Het zit het sterrenduo van Q-Music niet mee, terwijl Mattie Valk betrapt is op zijn tweelingleugen, krijgt wederhelft Marieke Elsinga sinds haar megaflop Alles is Muziek de ene na de andere criticus op haar dak. De mannen van Vandaag een site hebben haar zelfs uitgeroepen tot een non-talent. En ditmaal is Marieke aan de beurt bij de gevreesde Juice Hyena Yvonne Koldewijer. Haar naam werd vorige week al genoemd in Yvonne's podcast The Juice Show, maar toen wilde ze er niet veel woorden aan vuil maken, hou toch op over die Marieke. Wat een infantiel mens is dat. Nu gaat Yvonne in haar programma alsnog los. Marieke is echt een van de meest talentloze mensen. Dat is een beetje een soort Vivienne, van den Assem, Red. Maar die is op waarde geschat. Die doet gewoon boel. Die doet boel hartstikke leuk. Die doet het leuk. Maar ik noem haar altijd een beetje vanille. Yvonne proeft deze standaardsmaak ook bij Marieke. Dat vind ik dus van Marieke ook, een beetje vanille. Maar dan wel een danoontje vanille. Gewoon een beetje, mwah, kinderachtig, maar daar hebben we het al over gehad. Met dat program met muziek maken op spulletjes en zo. Ze doelt hier op de flop Alles is Muziek. Whatever, je kan er ook niet altijd alles aan doen waarvoor je wordt gevraagd. Maar ze vond het dus echt super nodig om in die radioshow te vertellen dat ze bij John was geweest. Marieke heeft tijdens een of ander rubriekje gezegd dat ze heeft gesproken met John de Mol. Ze moest dan vertellen wat de laatste foto op je camerarol was. Nou, heel toevallig was dat, gisteren toen ik bij John was. Dit is zo'n voorgeproduceerd dingetje van de redactie, van, nou, dan doen we dan ook nog even van je camerarol, dus verzin even iets leuks. Ze vervolgt, Marieke had dan een selfie gemaakt met haar manager of zo, voor de deur van het kantoor van John. En toen moesten wij allemaal denken, wow, die gaat een contract binnenslepen. Dus toen dacht ik, nou Marieke, dat moeten we dan nog allemaal eens even zien. Eerst het contractje binnenharken en dan praten we er wel over. Wat vindt Angela de Jong, de mediatante van Yvonne, ervan? Zij ziet Marieke vooral als slachtoffer. Ik had gedacht dat RTL beter haar best zou doen om een van hun grote sterren, Marieke Elsinga, te beschermen. Ik vind het sneu om te zien wat er met haar gebeurt. Op de radio is ze echt een grote mevrouw. Waarom moet je dan ook met je snuffert op tv? Ze besluit in Nieuwe Revue, ik begrijp niet dat de mensen om haar heen geen alarm hebben geslagen om haar imago te bewaken. Marieke heeft heus wel wat in haar mars, maar dan moet ze wel een programma hebben waar ze haar tanden in kan zetten. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.